We verwachten hier onze enige vluchter, allicht zonder pech of ongelukken, Andreas van der Weduwen. Mag dan ook vragen aan het opkomende publiek om de handen op elkaar te houden en onder luid en daverend applaus de winnaar van deze laatste wedstrijd te begroeten hier in de Tabakstraat. Ons geduld, die wordt nog even op de proef gesteld. Het zal een sterk verloren mocht die man ons nog een honger kloppen of de man met de hamer tegengekomen zijn. Hij kijkt uit naar onze dienstdoende signaalgever. Hij is de man die ons de aanwijzing moet geven of zal geven. Eén man of een groep, inderdaad, Andreas van der Weduwen. Dit seizoen, knappe overwinning. Drie rondjes. Kabinetstukje van deze man. Demonstratie. De peloton, die verliest verder veld. Het zal weer spurten voor de tweede plaats. Inderdaad, Dylan Bossy. Tweede plaats voor de man van het cycling team Vente. En de man met het nummer 66. Ivan de Smul van het cycling team De Kok. Hij finisht als derde. Maar wat een winnaar, zeg. Spurten. Nee, Jordi Olibos. Ons Vlaams kampioen. De vierde plaats. Siska Aleka. Die gaat het voor. Van Pieter-Jan de Lange. En de rest van het peloton. Met onder meer Siska Aleka. Het nummer 5. Quinten van den Bossen. Het nummer 122 van Ward de Serve. En slotrenner. Het nummer 7 van Tony Maanhout. Voilà, het doek is gevallen. De prijzen zijn gereeld. Normaal, aan de mee toch? En die prijs, de hoofdprijs, die komt toe aan niemand minder dan Andreas van der Weduwen. Mathieu Steenkist van Steenkisten. Dat is vanaf nummer 292. Laurens de Meulenaire. Voilà, dit zit er allemaal op.